U bent vandaag benoemd als burgemeester. Gefeliciteerd en welkom in Den Haag. Dank u wel. U kwam vanmorgen, zag ik, op de fiets al? Zeker. In één keer door uit Utrecht? Nee, want ik ben gisteravond gekomen. Gisteravond was de raad van Utrecht, waarin ik afscheid heb genomen. Die begon om 4 uur en was redelijk op tijd afgelopen. Ja, ook in Utrecht natuurlijk de coronamaatregelen. En toen hebben we nog wat laatste spullen ingepakt. Want zaterdag hebben we ook al een verhuizing gedaan. En ja, ik huur nu iets. In het centrum van Den Haag, zou ik zeggen. En ja, wij hebben in Den Haag geslapen. En ik heb meeuwen gehoord, zeemeeuwen gehoord. En het regende vanochtend, dat viel me een beetje tegen. Maar verder. En toen ben ik op de fiets gekomen. Ik denk dat dat de methode is om die stad en die mensen en die geuren en die kleuren en die geluiden te leren kennen. Dan heb ik iets voor je. Ik dacht even origineel te zijn met een filmpje, maar blijkbaar is dat niet heel origineel. Ik heb een paar Hagenaars gevraagd om iets in te spreken voor u. Ik zou willen vragen of u het even wil bekijken. Zeker. En moet ik dan ook... Ja, linksonder kunt u dan drukken. En dan... Ja. Oddy, burgemeester van Zanen. Welkom in Den Haag. Den Haag is voor mij thuis en daarom hoop ik dat het voor u ook snel thuis zal voelen. Ja. Gefeliciteerd met de burgemeesterschap van Den Haag. Den Haag heeft een grote bek en een klein hartje, maar mijn oma die 101 jaar oud werd, die zei altijd, blaffende honden bijten niet, dus maak je geen zorgen, jongen. Vandaag is Kitty Kotti, yes! En mijn wens voor u en voor ons is om volgend jaar samen naast elkaar te staan, zij aan zij, om Kitty Kotti te herdenken in Den Haag. Ik ben de zanger van Den Haag, ADO Den Haag, FC Den Haag natuurlijk. U moet weten, ik treed daar vaak op. Dus ik hoop dat u het nieuwe liedje even instudeert. Als het moet, doen we het goed. En natuurlijk het volkslied, ook Den Haag. Ik hoop dat het ons gaat lukken om een mooi monument samen voor elkaar te krijgen. Zodat wij ook hier in Den Haag dit moment kunnen vieren en kunnen stilstaan daarbij. Den Haag kwam de laatste jaren met de nodige politieke strijd. Dat brengt ook de nodige onvrede met zich mee. Die zich uit in een groeiende vorm van sociaal-maatschappelijke problematiek. Waarbij gedragsnormen afnemen en het bijbehorende acceptatiespectrum tot het uiterste wordt getest. Ik heb er echt wel vertrouwen in dat u als burgemeester van Den Haag met uw rijke karakter en brede inlevingsvermogen een mentaliteitsverandering teweeg kan brengen voor zowel de stad als zijn bestuur. Ik wens u een hele mooie Amstermijn. Ik ben Didi uit de Schilderswijk. Tot snel! Succes met alles. Dank u wel. Vindt u ervan? Mooi, hè? Nou ja, dit, ja, volgens mij uit het hart gegrepen. Ik kan natuurlijk niet beoordelen op basis van mijn geringe kennis nog. Of dit nou alleen maar en typerend is voor Den Haag. Maar ik vind het in ieder geval erg leuk. Iemand die spreekt over zijn muziek en zijn voetbalclub. Iemand die spreekt over een prachtig festival wat er heel kleurrijk uitziet. En iemand die vertelt hoe betrokken hij is bij de gemeenschap. En eigenlijk zegt van laten we niet ruzie maken, maar laten we elkaar een beetje opzoeken. Ja, ik ben echt van plan om te proberen om mensen als deze... Maar ook hele andere mensen die zich al bij mij hebben gemeld. Het is echt een heel dik pakket. Ik kan echt tot en met de winter bij wijze van spreken op zoek. Om die mensen te leren kennen en te kijken wat we kunnen. En vooral wat we samen kunnen doen. Even een paar punten eruit. Hè. De kleurrijke dame, Deborah. Ze heeft het over Kitty Kotti en een slavernijmonument hier in Den Haag. Is veel om te doen geweest. Hoe staat u daarin? U gaat dat horen. Ja. Ik ga nu nog niet allerlei dossiers, weet je, dat ga ik nog niet doen. Ander iets dat ik even eruit haal. De nachtburgemeester, u kende hem al, Pat ja. Smit. Hij heeft het over normen en waarden. Maar hij doelt natuurlijk eigenlijk over op de overlast op Scheveningen. Snap ik heel goed. Bent u daarvan op de hoogte? Ben ik van op de hoogte. Er zijn meer dossiers die in Scheveningen en bijvoorbeeld Duindorp spelen. Ik ben van heel veel dossiers op de hoogte. Maar gun me even mijn landing. Want ik wil het ook serieus nemen. Ik vind het nogal pretentieus als je... Nou, hoe lang is het geleden? Een uur geleden bent beëdigd en je komt net uit Utrecht. Dan moet je niet over allerlei dossiers waar mensen al jarenlang voor hebben gevochten en gewerkt. Kun je niet zomaar even roepen van yes, ik ga het doen of nee, ik doe het helemaal niet. Maar je kan erop rekenen dat onderwerpen als deze mijn aandacht en die van de gemeenteraad zullen krijgen. Tot slot, Sean Medley, de zanger hè, bij ADO, ja. Roept u op het OO Den Haag uit uw hoofd te leren. Kent u het al een beetje? Ik ken het al een beetje. Bovendien, het is in Utrecht geschreven. Ik ga dat één keer zeggen. En toen ik dat hoorde, dacht ik, ja, ik ga het zeggen als ik mijn laatste interview heb na mijn beëdiging. Geweldig lied. Ik ga het uit mijn hoofd leren. Alleen dat Haags, daar zal ik nog wel even echt een les voor moeten hebben. Maar ook daar heb ik mensen al aan de telefoon en op de mail gehad. Die zeiden, Jan, je kunt bij ons op les.